vond het wel een leuke cross. Dat was heel veel volk, vond ik. En voor het slechte weer toch zeker. En veel sfeer. Dat was denk ik voor het publiek al genieten dat ik nog eens kort bij Mathieu zat. Dus dat was een aangename cross om te rijden. Doordat ik in het begin een foutje maakte, was het vrij snel een gaatje. Maar ik heb het niet opgegeven, maar ik ook zag dat ik op dezelfde afstand blijf hangen. En toen in de finale kwam ik terug bij Mathieu toen hij nog een keer lek reed. Dan wist ik dat ik wel een kans had om te winnen. Maar hij was net iets sterker in de laatste 2 minuten van de cross. Dat was eigenlijk in de oprichting de aankomst, dus ik had ervoor gekozen om in het wiel te zitten. Of al je probeert in het wiel te zitten en zo daar mijn voordeel uit te halen. Maar hij kon 10 meter slagen in die loopstrook. En dat was een heel goede set en daar had ik niks meer op terug. Ja, het was eigenlijk wel lastiger als dat eruit zag. Ik was goed mee weg, dus ik had geprobeerd om snel te openen, omdat Mathieu eigenlijk redelijk snel viel. En, blijkbaar was dat toch niet snel genoeg, want ze kwamen er rap over en ze konden eigenlijk ook nog wel een versnelling rapper rijden. En het was redelijk snel duidelijk dat het voor de derde plaats was dan.